Met het bezoek van de Ashanti-koning aan ons land hebben we een brug geslagen naar het land van herkomst. Aan het woord is de minister van regionale ontwikkeling Edgar Dikan. We spraken hem afgelopen zondag in Saramaka bij de viering van 43 jaar revidentie. De bewindsman gaf aan wat de meerwaarde was van het bezoek van koning Otomfuo Osei-Tutu en zei dat een ieder moet weten waar zijn geschiedenis begint. We hebben besprekingen gevoerd. We hebben eigenlijk op een stilzwijgende manier een stukje, laat maar zeggen, verzoening hebben we gepleegd. En ik denk dat de uitnodiging om wederzijds weer het contact te onderhouden, bezoeken te brengen, dat heel belangrijk is. We denken ook om een aantal zaken op te pakken waaronder samenwerken op het gebied van landbouw. Maar ook te kijken naar de studiefondsen die er bestaan. Volgens de delegatie hebben ze nu een studiefonds waarbij 20.000 studenten gebruik van maken. Waarom kunnen we daarin participeren? En ook, zoals de president dat heeft aangehaald, dat deel van de connectivity. Hoe bereiken we Afrika makkelijker? Maar dat is misschien op lang termijn. Dus er zijn een aantal concrete zaken naar voren gekomen. Ook de uitnodiging om volgend jaar, rond april, mei, 20 jaar troon van deze koning. Een moeilijke naam hoor, maar in elk geval het is Osei-Tutu de second. De second bij te wonen. En hij wil graag dat het traditioneel gezag van Suriname dat ook bijwoont. Dikan gaf verder aan dat vanaf de aankomst van de koning hij duidelijk het gevoel kreeg, en waarschijnlijk anderen ook, dat hij uit Afrika komt. Dit gevoel bekroop hem reeds bij het uitstappen van de vorst. De zekerheid. Al bij het uitstappen zijn bijvoorbeeld een geluid heb ik gehoord van oho, en dat gebruiken wij. Ik keek om en ik zag dat zij het hadden gebruikt. En ik denk dat ze echt onder de indruk zijn van onze eenheid in diversiteit. 43 jaar revidentie. U heeft het meegevierd. Ja, natuurlijk. Ja. Wat zegt dat u? Wat doet het voor u? Nou, wat het doet is, we staan op eigen poten en we moeten door blijven gaan en vechten, zodat we het steeds beter hebben. Dat is voor mij, we zijn groot geworden. Ja. Dat is belangrijk. Jezus, ik voel die fighting spirit. Ja, absoluut. Ja, absoluut. U zegt, niet opgeven, het is ons land. Natuurlijk, we zijn allemaal Surinamers. Je hebt gehoord hoe zo mooi de koning heeft gesproken. Zo'n diversiteit en het doet me goed. Ik ben trots op Suriname. U doet niet mee met die discussie van eigenlijk moesten we niet onafhankelijk zijn? Nee, absoluut. Dingen gebeuren en we moeten er het beste van maken. We gaan toch niet meer, het moet niet, maar het is toch gebeurd. Wel, dan moeten wij nu zorgen dat we er door mee gaan. Kijk in de camera, wat zegt u tegen de Surinamers? Nou, ik wil de Surinamers feliciteren en ik wil zeggen, maak er het beste van. Laten we vechten voor Suriname, laten we van Suriname houden. Dankjewel. Dat was First Lady Ingrid Boutersen en daarvoor minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling over de meerwaarde van het bezoek van de Ashanti-koning aan Suriname en de viering van 43 jaar revidentie. De vorst is gistermorgen huiswaarts gekeerd.